Wat hebben we gekeken deze week? Sven? Sven? Oh, wacht. Nou, wacht. Ik heb hier een... Oh. een bumpertje voor. Wat keek jij? Wat keek jij? Nice. Exact. Nou ja, ik had natuurlijk vorige week al mijn, mijn aanbeveling... slash cake van de week. Om maar eens even een klassieke van Verkoot en de Bieder in te gooien. Dat was natuurlijk de Apple Plus serie The Morning Show. Ja. Ik heb hem inmiddels afgekeken. En op zijn Amerikaans werkt het naar een climax toe, maar ik was eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld in de allerlaatste aflevering in hoe ze dat op zijn Amerikaans aanpakten. Het was naar mijn ogen iets te bombastisch, te pomptueus, te... Ja, er zat nog een plotwending in die laatste serie van oké, ja. Had ik niet... Ik weet niet, ik vond het een beetje teleurstellend, want je weet, nee, ja. Het gaat naar het allesbeslissende interview toe. En dat kwam er dan niet. Ja, en dat is een heel dramatische twist. De keuzes die ze toen maakten, ik vond ze eigenlijk een beetje teleurstellend. En over de top gaan, waardoor het een beetje afbreuk deed aan mijn genoegdoening. Dus ik had eigenlijk. Ik was heel erg benieuwd hoe een Europeaan het had gemaakt. Zeg maar. Nee, ja. We hadden het vorige week ook nog over. Hadden we het daar niet over? Ja, verschillen. Ja, precies. Wat vond je van het karakter van... Ik kan er weinig over zeggen, omdat je natuurlijk geen spoilers wil geven. Maar ik hoop dat ik zo een beetje uitleg wat ik ervan vind. Dat het wel te begrijpen valt. Ja. Deel jij die mening, Koen? Jij hebt hem ook gezien? Ja, nee, ik had hetzelfde wel. Ik vraag me af, Sven, wat vond je van de ontwikkeling van het karakter van Reese Witherspoon? Dacht je op een gegeven moment van, dit gaat ook te ver nu wat ze wil doen. En het is een beetje onzin eigenlijk, af en toe. Nee? Ik kon haar heel goed begrijpen. Ik vond dat zij eigenlijk de enige... maar ja... Ze is ook een beetje verwant aan... Kijk, ik vond haar het meest... journalist. Van eigenlijk van die hele ploeg. De rest was vooral bezig met politiek. Ja, zeker. Binnen het bedrijf en het product wat ze maakten was... ondergeschikt aan hun belang. Voor de meeste mensen. Wat je vaak ook wel ziet natuurlijk. Vaak die gigantische bedrijven. Grote bedrijven is er gewoon heel veel bedrijfspolitiek. En nou ja, zeker. Dat maakt ook ontzettend interessant, die bedrijfspolitiek bij zo'n groot tv-station. Dat vond ik ontzettend goed weergegeven. Alle belangen die spelen en de verschillende clubjes die zich vormen. Waaiers, de ene tegen die. En achter je rug om weer stiekem weer bij die andere horen. Allemaal voor eigen gewin, om je eigen positie te behouden of te verbeteren. Maar zij was natuurlijk een nieuwkomer, dus zij had dat belang helemaal niet. Zij had helemaal geen geschiedenis bij het bedrijf, dus interesseerde haar niet of ze daar zou blijven werken. Ze wilde gewoon haar werk goed genoeg doen en dat was zo goed mogelijk een journalistiek bedrijf. Maar dat is toch, als je zo'n kans krijgt en ze trapt ongeveer tegen elk beentje wel aan, dat is toch een beetje dat... Verwacht je ook niet van zo iemand, lijkt me dan toch. Ik vond het een beetje te overdreven. Hey, ik vond het zo mooi dat zij haar werk zo goed mogelijk probeerde te doen. Ook al zou dat ten koste gaan van of ze aardig gevonden zou worden. Of dat ze politiek correct gevonden zou worden. Dus zij gaf eigenlijk niet zo veel om de titel waarvoor ze werkte. Oh nee, zeker niet. Ze gaf juist alles voor de manier waarop zij zou moeten werken. En of dat dan voor de morning show was... Of voor... Jij vond het niet te gedaan? Ik vond het juist wel goed. En ik vond het... Of het geloofwaardig was... Dat bedoel is ik je meer. Vraag. Dat is ja. je vraag. Okay. Ja. Ze versnelde haar... Een beetje rebelse, maar op zich wel juist... Inderdaad oprechte, ethieke, journalistieke kant... Iets te snel, mijn optiek. Het was allemaal een beetje te veel. Te dingen dat je denkt... Zo'n persoon zou dat ook volgens mij niet doen. Dat had ik meer het gevoel. Nou, zo werd ze natuurlijk wel gepresenteerd in de allereerste aflevering van deze serie. Ja, dat is ook weer waar. Ja, werd ze geïntroduceerd. Dat is ook weer waar, ja. Op zich was het juist in de lijn van verwachting van haar, maar ja, je hebt misschien wel weer gepunt, ja. Sven, als je uiteindelijk nu de hele serie hebt gezien, de serie een cijfer zou moeten geven. Ja, dat is goed. Dat gaat er wel, denk ik, hoor. Een 8, toch wel. Ja. Koen? Ja, ook wel 8. Ik wil er nog heel even bijzetten. Dat heb ik vorige week ook gezegd, maar gewoon omdat het
zo'n actueel thema aansnijdt op een manier waarop het nog niet gedaan is. Ik vond sommige scènes zo ontzettend sterk, waarin je zo ontzettend moest kijken en voelen naar de subtiliteiten. Dus de scène in Vegas. Ja, precies. Toen weet je wat ik bedoel. Van hij naar haar. Ja. En dat ik notabene tegen Claudia moet zeggen. Die twijfelde nog aan van wat er nou precies gebeurde. Maar ik zeg, ja, zij wil dit niet. Nee, ik had ook voor die scène dacht ik nog van... Anne en ik dachten van, die gast is nog wel een good guy inderdaad, ja. Wat zei je, Bas? Geen spoilers, hè? Nee, is geen spoiler, is geen spoiler. Ik hoop dat dit net geen spoiler is, maar... Nee. Maar in ieder geval, het lag dus zo subtiel. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook ontzettend sterk. Want die hele MeToo-kwestie heeft natuurlijk uiteindes die heel duidelijk zijn. Maar er is ook een soort middenstuk, wat heel erg nu besproken is en bediscussieerd is. Van wat mag wel, wat mag niet. En, nou ja, daar raakt het af en toe wel aan. Dat vind ik de kracht. Plus die hele... TV-industrie, die politiek die daar weer plaatsvindt. En dat ze dat samen hebben gevoegd. Ja, en dat acteerwerk is ook gewoon heel erg goed. Ja. 2 keer 8. Noteren. Ja. Je hebt het niet gezien, Bas? Nee, ik heb hem niet gezien. Okay. Ik stond vorige week dus op het punt om eventueel te gaan kijken. Ja. Toen ging het tussen die serie en ik had op het oog die serie op Netflix nu over het voetbal, beginperiode van het voetbal, de English Game. Oh, je hebt ook een trailer gezien, ja. Ja, wil ik nog wel zien, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor Valhalla Murders, of in het IJsland, zeker volgens mij Brot. Is die heel donker of niet? Hij is donker, omdat gewoon het land donker is. Ja, precies. Ook een beetje, ja. Ja, hij past gewoon heel erg in de traditie van de Noordic krimis, wat dat betreft. Ja. Ja, ik vond hem niet ijzersterker bovenuit steken. Standaard verhaal, wordt een moord gepleegd. Wordt een rechercheur uit een ander land ingevlogen. Man en vrouw moeten samen aan de case werken. Trouwens liepen niet. Ja, hebben allebei hun eigen problemen en demonen uit het verleden. Dat is een redelijk standaard inderdaad. Ja, ja, nee, je kan hem invullen. Dus nee, ik vond hem vermakelijk wat dat betreft. Maar weinig voorkant. Nee, hij ontstijgt niet het standaard niveau. Dus een 6,5 ben ik denk wel aardig. Nog een keer de naam van die serie? Valhalla Murders op Netflix. Okay. Volgens mij staat hij in Nederland onder de IJslandse naam op Netflix. En dat is Brut. Ik weet natuurlijk niet hoe je het in het IJslands uitspreekt. Maar een geinig taaltje trouwens, dat IJslands op te horen. Dat dan wel. Ja, dan kun je geen taal vastknopen. Lijkt het ergens op een taal? Nou, dat is het gekke. Het heeft iets van Scandinavische klanken. Ik hoor Deens hoor ik erin en soms wat Zweeds. Maar tegelijkertijd is het totaal onverstaanbaar. Oké. Okay. Ja. Okay. Koen, gaan we een beetje in het beeld zitten, man. Ah, sorry. Ik zit met mijn laptop anders. Beter? Ja, leuk dat je van sorry zegt. Sorry, man. Beetje naast als je... Hebben jullie de Newsroom gekeken? Nee, wil ik nog steeds een keer zien. Dat is een HBO-serie, of niet? Ja, maar als je dus... 2 afleveringen gezien. Wat vond je ervan, Sven? Ja, ik ben niet blijven hangen. Toch niet? Ik me kan herinneren. Nee. Want ook een klein beetje vergelijkbaar met The Morning Show. Mm-hmm. Maar het gaat voornamelijk over... hij heeft ook wel macht, want... God, hoe heet die bekende acteur? Jeff Daniels is de main actor. Mm-hmm. En zijn soort van ex-vriendin wordt gespeeld. Ik ben even de naam kwijt van een Engelse vrouw. En die is dan die is zijn producer. En die wordt dus... Hij heeft een show. Een avondshow heeft hij. Een van de grootste avondshows in Amerika. En hij was een hele oprechte ethieke journalist. Maar omdat hij ook inderdaad... Net zoals bijvoorbeeld Jennifer Aniston... Haar rol in The Morning Show... zoveel sponsorbelangen kwamen erbij kijken en gelddingen, dat hij een beetje verzadigd werd en eigenlijk niet meer die ethieke, echt doorvragende journalist bleef. En de show begint dat hij uitlegt, en dat is misschien wel leuk om even te laten zien dat we dat kunnen doen. Amerikanen zijn natuurlijk gigantisch patriotic. En heel vaak, zeker nu als je ook ziet wat voor puinhoop het nu is met de corona daar, begrijp je het totaal niet waarom. Ik bedoel, natuurlijk, ze hebben Hollywood, ze hebben het beste leger. Nou, niet het beste, ze hebben het grootste leger, misschien niet eens het beste. Ze hebben natuurlijk heel veel dingen wel. Maar er is ook heel veel reden dat Amerika helemaal niet zo goed gaat natuurlijk. Hè? Ik bedoel,
Ze hebben de meeste mensen volgens mij in de gevangenis. Van allerlei slechte dingen. En inkomens ongelijkheid, ja. Ja, precies. Nou, verschrikkelijk veel dingen. Gigantisch racisme natuurlijk allemaal. En deze man legt dan tijdens een college, legt hij uit. Als iemand vraagt, of een heel, zo'n blond meisje van 19 vraagt dan van ja, could you explain why America is the greatest country in the world? En hij legt dan even uit, genadeloos, waarom het dus totaal niet zo is. Ja, die scène, als je die niet kent, moeten we eigenlijk even zien. Die scène ken ik, daarom wil ik het ook zien, inderdaad. Ik denk van, ja, die scène is briljant. Ja, die is briljant. En de show is niet zo briljant misschien als die scène. Het, wordt okay, ook, okay. Het is niet helemaal zoals het misschien had gekund. De potentie zit erin. En ik vond het de moeite waard om het af te kijken. Volgens mij zijn er 2 seizoenen geweest, 3 of 2, ja. Ik weet niet in mijn hoofd. Ik heb ze allemaal gekeken en ik vond het echt de moeite waard. Want zijn ex-vriendin is dus een producer, die komt dus terug. En die maakt hem dus weer, zet hem weer aan het denken en wil hem dus weer veranderen. En ze laten duidelijk zien, zelfs met bijvoorbeeld pandemieën nu, dat wij luisteren, politiek luistert gewoon niet naar de wetenschappers. Het gaat ook al in die serie gaat het al over pollution en over climate change. En hij maakt heel pijnlijk duidelijk, als hij weer helemaal in zijn vel zit, hij wordt weer echt een gigantisch goede journalist. Dus ja, ik vind het wel de moeite waard om te zien. Nou, zal ik hem even ingaan? Ja, ik heb hem klaarstaan. Doe die stem maar even. 2. Fullscreen, Sven. Fullscreen. Komt-ie. Yep. Move on to the next question. Go ahead. Hi, my name is Jenny. I'm a sophomore and this is for all 3 of you. Can you say in 1 sentence or less what... you know what I mean? Can you say why America is the greatest country in the world? Diversity and opportunity. Oh, okay. Lewis, freedom and freedom. So let's keep it that way. Well, the New York Jets. No, I'm going to hold you to an answer on that. What makes America the greatest country in the world? Well, Lewis and Sharon said it. Diversity and opportunity and freedom and freedom. Dat is dus zijn ex-vriendin. I'm not letting you go back to the airport without answering the question. Oké, vind ik vrij onrealistisch. Well, our Constitution is a masterpiece. James Madison was a genius. The Declaration of Independence is for me the single greatest piece of American writing. You don't look satisfied. One's a set of laws and the other's a declaration of war. I want a human moment from you. een beetje tough wel, inderdaad. What about the people? Why is that the greatest country in the world, professor? That's my answer. Voor een college tour-achtige setting vind ik het vrij heftig, dit. Het is alsof die een politiebureau zeg maar zit. Ja, precies, ja. Is a loser. Yeah, it accounts for a penny out of our pockets, but he gets to hit you with it anytime he wants. It doesn't cost money, it costs votes, it costs airtime and column inches. You know why people don't like liberals? Because they lose. If liberals are so fucking smart, how come they lose so goddamn always? Hey, and with a straight face, you're gonna tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom? Canada has freedom, Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany, Spain, Australia, Belgium has freedom. So 207 sovereign states in the world, like 180 of them have freedom. All right. And yeah, you, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. One of them is there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only 3 categories: number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst period generation period ever, period. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Yosemite? Okay. Zo. Ja. Oké.
Nee. Nou ja. Ja sure used to be. Geweldige scène. Ja. Maar dat was afkampen nu, ja. Vooral ook zijn... zijn acteerwerk natuurlijk, Jeff Daniels. Ja, even, maar hij heeft hier ook een Emmy voor gewonnen. Ja, precies. Voor deze serie? Ja, ja, ja. Ik moet altijd denken aan Dumb and Dumber als ik hem zie. Ja, 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 precies. Terwijl hij eigenlijk helemaal geen nooit een comedyacteur is geweest. Hè? Hij moest echt ingeluld worden. Ja. Want hij dacht van, ja, wat moet ik daar nou met zo'n Jim Carrey in een Jim Carrey film? Maar uiteindelijk is dat waar de mensen, daar kennen de mensen hem nu het meeste van. Ja, dat is nog bizar inderdaad, ja. Ja. Meer comedy dan dat ga je het ook niet krijgen. Slappe comedy dan Dumb and Dumber. Leuk man. Ze hebben toch een tweede film gemaakt, een paar jaar geleden? Ja, die was niet zo goed. Dumb and Dumber 3 toch ook, of niet? Nee, volgens mij 2. Maar die was maar alleen maar 2. Volgens mij hebben ze een Dumb and Dumber gemaakt zonder hun 2 tussendoor nog, inderdaad. Oh, echt? Ja, volgens mij wel, ja. Alleen maar die van of zo. Ja. Oh, ja, ja, klopt, ja, bizar. Ja. Ja. Maar Dumb and Dumber 1, dat is... ja, klassiekertje. Ja, dat was toch met die taart en... piemel in die taart, of wat was het nou? Is dat niet dat Jim Carrey dat hart ook uit die Chinese lukt? Ja, hart. Ja, dat was het, ja. Ik kan me die film echt niet meer herinneren. Echt, ik kan alleen maar die auto herinneren, maar... Ja, heerlijk. Ja. Ja, oké, tijd voor een quiz. Ronde 1. Ik wil nog één tip geven trouwens. Oh ja. I Am Mother. Sorry, voor de sci-fi liefhebbers. Ja, daar hou jij volgens mij wel van. I Am Mother op Netflix. Oké, ga ik even checken. Australische sci-fi film. Krijgt op Rotten Tomatoes ook 90% van critics. Ja. Echt een kwaliteits sci-fi. Een beetje in de stijl van Ex Machina. Qua sfeer. Okay, nice. Een aanradertje. Oh, wacht even. Met wie zegt Hilary Swank. Hilary Swank. Film, toch? Ja, ja. Volgens mij heb ik wel gezien. Ja, zonder spoilers te geven, het gaat over een meisje dat met een robot... Post-apocalyptisch. Ja, ik heb wel gezien. Ja, zij groeit op in een facility. Ik vond hem niet zo sterk, eerlijk gezegd. Nee, je vond hem niet zo sterk? Nee, ik vond hem niet slecht, maar het probleem is een beetje, er zijn meerdere films die een klein beetje blijken van mijn gevoel. Jawel, dat ben ik ook met je eens. Ja, misschien vond ik vond het einde niet zo goed. Ik vond het op zich wel een goede film. Het was goed gefilmd. Ik had er meer van verwacht, laat ik zo zeggen. Maar dat is bij vaker films dat het einde op zich best wel goed is misschien. Alleen, je hebt een heel ander beeld erbij wat er zou kunnen gebeuren, weet je. Uiteindelijk was hij iets te voorspelbaar, denk ik. Dat een aantal storybeats, hoe ze gingen, dat kon je aanzien komen, zeg maar. Ja. Maar ik vond de hele opbouw, het spel, de sfeer, het kamer... Nee, dat was heel goed. Echt wel sterk. Ja, ja, dat was goed gedaan. En ook de robot was erg netjes. Gewoon, ja, hij ontsteeg voor mij wel de popcorn sci-fi film, zeg maar. Ja, ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Maar goed, Sven, ja, spelletje. Ga ik wel een biertje pakken? Ik ook. Dus eerst 1 minuut direct. Ik heb een... wat drinken we? Oh. Ja, nice. Hazy Bulldog. Nice. APA. Ik heb gin tonic. Lekker. Ja. En jij? Koen? Gin tonic. Gin tonic. Oh. Ik had geen bier meer in de koelkast, dus ik heb een gin tonic gepakt. Lekker, man. Lekker. Even casual gin tonicje. Cheers, jongen. Cheers. Ik heb trouwens nog niet gezegd wat ik gezien heb deze week. Oh ja, Koen, wat heb jij gezien deze week? Ik zal even kort houden, dan kunnen we door naar het spelletje. Ik heb, mij had ik vorige week al gezegd, maar ik heb nu de serie afgekeken. Op Netflix is een, volgens mij komt het origineel van de BBC, weet ik niet zeker, maar Broadchurch. Is een detective, 3 seizoenen. En volgens mij komt er een nieuwe, dat heb ik nog niet gekeken, maar dat hoop ik wel. Het is met... een Schotse acteur, ik ben even naam kwijt, maar die echt waanzinnig goed accent heeft, die man. Het gaat over 2 detectives, dat noemen ze dan DC en DCI in Engeland. En een klein plaatsje Broadchurch, wat staat bekend omdat ze precies tussen 2 hele grote rotse partijen, weet je, die bekende cliffs, zitten ze in. Nou, daar wordt een jochie zonder cliffs. Nou, dat is geen spoiler. Het begint 3 seizoenen. Het begint met een jochie wordt vermist.
en doodgevonden, aangetroffen op het strand. En ze denken eerst dat hij, ze gaan ervan uit dat hij gesprongen heeft van de cliffs. En nou, er gebeurt van alles en iedereen wordt geïnterviewd. En het grappige is, ze weten heel goed de spanning te maken doordat ze iedereen als het ware verdenken, maar zonder dat het irritant wordt of een soort van Cluedo-achtig gedoe. En de acteur werkt van eigenlijk alle acteurs in de serie waanzinnig goed. En het wordt heel klein gehouden, maar toch, ja, bedoel, het visuele aspect is gewoon heel goed gedaan, doordat ze heel vaak de landschappen laten zien en de clips en wat dan ook allemaal. En je weet nooit, tot het einde van seizoen 3, weet je gewoon niet wat er eigenlijk aan de hand is. Dat is geweldig. Dus maar is het één groot verhaal, zeg maar? Ja, het is één groot verhaal in principe, maar de eerste moord wordt wel opgelost in seizoen 2. En er komt op een gegeven moment nog een andere gebeurtenis en dat wordt opgelost in seizoen 3. Dus het duurt niet te lang. En je blijft erin zitten zodat je denkt van gast, maak nou eens bekend en het wordt anders te veel plotwendingen. Dus nee, het is gewoon heel klein gehouden, hele goede acteurs. Dus de tweede, de hoofdrolspeler van de vrouw is die dame die speelt in het laatste seizoen van The Crown. Zij speelt, Olivia Colman. Ja. Die de Oscar won voor, wat was die ook weer, die andere film? Was dat, ja. Ja, van die Griek. Van de Lobster. Nou, weet ik even niet meer. Oh god, welke film was dat ook weer, ja. Nou, die speelt dus een hoofdrol. Ja, die was in de groep. Die speelt gewoon een. Dus als je houdt van detectives en je houdt een beetje van Engels of Schotland detectives. Het is gewoon heerlijk wegkijken nu dat je gewoon niet meer aan corona hoeft na te denken. Het is gewoon erg goed gespeeld. Goeie serie. Klinkt iets als wat mij wel past, inderdaad. The Favorite was die andere film trouwens. Ah, The Favorite, ja. Ben jij een detective man, Sven? Of niet echt jouw genre? Ja, ik hou er wel van. Ik hou er wel van. Ja, ja. Maar ik hou niet te veel van kostuumdrama. Maar dat is het niet, hè? Het is niet oude detective. Het is gewoon in het nu, toch? Nee, het is gewoon in het nu. Het is gewoon anno 2016, 17, zoiets ongeveer. Ja, ja. Jij doet een beetje op Pierrot. Hoe heet ze? Agatha Christie. Ja, precies. Ik hou van ook niet van kostuumdrama's, nee. Helemaal niks. Nee, ik ook niet. Maar daar vond ik trouwens The Favorite was daar natuurlijk wel een uitzondering weer op. Nee, heb ik niet gezien. Dat is wel een aanrader. Oké, de moeite waard. Ja. Qua stijl van die gozer. Heb je de Lobster wel gezien? Ja, de Lobster was echt... Zelfde regisseur. Ik heb een probleem gehad, maar ik vond het een geweldige film. En we hebben hem gekeken, alleen... Ja, Anna, mijn vriendin, die kan er niet tegen als er in een film een hond dood wordt geschoten of wat dan ook. En ik ga niet zeggen wat er gebeurt. Maar er gebeurt iets met een dier. Maar ze woont in Roemenië. Ja, nou ja, goed. Maar we hebben natuurlijk een hond, hè. Dus nee, echt... Zij is de grootste straatronde van Europa. Ze is de zaal, ze is de woonkamer uitgelopen. De zaal. Ik heb de film een beetje af zitten kijken. Je woont in een paleis daar, jongen. God, ik zit thuis. Jij kan nog de straat op, jij ook nog. Ik heb een gigantisch klein appartement, man. Verschrikkelijk. Lekker dan. Ja. Ja, aparte tijden. Ja, joh. Maar cool, Broadchurch. Ja, ik zet hem zeker op mijn lijst. Ik vind het wel cool klinken. Ja, genoteerd. Ja. Dan ga ik nu de overgang maken. We hebben natuurlijk een thema gekozen voor deze International Movie Friends. Ah, heel goed. En het thema van deze aflevering is de Nederlandse film. En dat komt natuurlijk ook terug in de quiz van vanavond. De quiz. Ronde 1 van de quiz is de ABC-categorie. Dus jullie krijgen drie vragen met een ABC-optie. We gaan niet de filmscore doen. De soundtrack? Nou, dan sluiten we mee af. Oh, kijk, hier wat ik heb. Ik heb hier quiz round 1. Dan beginnen we de titels. Nee. Sorry, regisseur. We gaan... Oké, dan gaan we het anders doen. Dan beginnen we met de soundtracks. Dan beginnen we met leuk. Komen we er ook meteen goed in. Er zit ook al wat in. Kijk, want dan kan ik deze erin gooien. Vind ik leuk. Ik moet even pen pakken, jongens. En dan, je moet er zeker een pen pakken. Want, Even wachten. Oké, en dan krijgen we de naam van de film, denk ik, weer, hè? De naam van de film, de naam... ik doe per vraag... vraag ik wat ik van jullie vraag. Hey. Oké. Filosofisch.
Ik ben er weer. Wat ik voor jullie vraag? Ga diep. Ja, altijd bij mij. Hè. Zelfs als het niet diep gaat. Hey, ik heb het gemist. Je hebt het even gemist. Ja, dat is logisch. Want je was weer te veel met jezelf bezig. Maar... Gooi het er even in, hoor. Allemaal remmen los. Ja, heerlijk dit. Het is niet zo ingewikkeld, Koen. Ik laat je gewoon muziek horen. Ja? Van een film. Ja. En dan vraag ik wat ik van jullie vraag. Ja, wat ik van jullie vraag. Dat is ook een Kruijfiaans, hoor. Ja. Oké, ik ga het concreet maken. Bij vraag 1. Bij vraag 1 hebben we het voor de verandering niet over een film. Dat is een uitzondering op de regel. We beginnen met een serie. Oké. Een hele bekende Nederlandse serie. Dus ik vraag de naam van de serie. Ik vraag de naam van de regisseur. Mm-hmm. Ja, en de componist, ja, dat weet ik. Is moeilijk, maar die vraag ik ook. Ook niet wel. Nederland is lastig, ja. Gewoon voor de kijkers thuis die wel verstand hebben van dingen. Hansje Zimmer. Ja, precies. Die wel een beetje cultureel onderlegd zijn in plaats van jullie Hollywood. Ik hoop dat je met Floris zou aankomen, maar dat kan ik dus in mijn buik schrijven. Ik verwacht minimaal Floris, ja. Eerlijk, Floris, Rutger Hauer. Huh? Ik was zo fan. Weet je dat nou? Echt? Oh, ja! En het zal verstandig zijn bij jou. Ik dacht fan, Floris, man, moet wel. Hoe kan dit? Ja, maar dat is te makkelijk bij jou. Oké, okay, laten we in ieder geval even genieten van dit schitterende soundtrack. Ik moet regisseur, moet ik er nog even hard over nadenken. Harder. Ik heb geen idee, regisseurs. Nou, even kijken. Full screen. Heerlijk. Ja, regisseur. Wie zou dat kunnen zijn in die tijd? Oh, er komt dus de regisseur nu in de beeld. Ja. Oké, hè? En dat was een leuke proefversie dan. Ja, even graag een afgoed maken. Een paar geleden hebben we met mijn familie een Florisavondreunie gehouden. Dus met al mijn neven. Ah, geweldig. Muziek is trouwens van Julius Stefaro, denk ik. Oh, wel knap van je. Kreeg er niemand punten voor? Nee, precies. Ik kreeg een ingeving. De koperen hond. Ja, exact. Geweldig. Mooi Sven, leuk. Leuke proefronde. Ja, was een leuke proefronde. Zijn we in ieder geval in de sfeer van de Nederlandse film. Exact. En dan gaan we nu over naar de officiële vragen. Ja, Sven. We gaan naar fragment nummer 2. Van dit fragment wil ik het volgende weten. Welke film, welke artiest en de naam van de soundtrack. Welke artiest bedoel je van de band of zanger bedoel je van dat nummer? Ja, dus, Koen heeft procentueel iets meer kans, want de vragen zijn iets meer gestoeld op muziek dan op film. Yes. Maar Bas laat zich natuurlijk niet kennen. Nou, dat gaan we zien. Dat gaan we zien. Ah, oh, yes, yes, heerlijk. Ben je al zo vaak in Roemenië? Soms okura, acht gangen, soms tempura, champagne, soms visvim, soms Gucci, soms Comme des Garçons, soms Louis, soms dansen, soms drankjes, soms flitsen, soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms corona, soms high, soms dronken, soms. Wat weet je? Soms nee. Soms buur. Anne had het zelf geraden. Ik ga dingen gokken. Nee, is niet mijn, ik gok dat het niet mijn genre is. Ah, het is zelfs onlangs ingekocht door een grote verzekeringsmaatschappij. En het was heel vaak op de publieke televisie. Ik heb het nog, hè? Maar ik heb ook. Nee, maar mag, laat maar zien. Rabat, De Leven en Sef, dat zijn drie punten voor Koen. Het zegt me alle drie letterlijk helemaal niets. Je hebt Rabat niet gezien? Rabat niet gezien? Nee, en die andere... Ik heb nooit van gehoord. En die andere, die artiesten, weet ik ook niet. Bros Before Hoes gokte ik. Okay. En Yellow Claw of zo. Ik kom wel een beetje in de buurt inderdaad, ja. Okay. Dan komen we nu denk ik al bij de laatste vraag, hè? We hebben er maar twee dan zeker van de soundtrack nu. Nou, dit is vraag 1 hoor. Nee, ik heb de soundtrack heb ik lekker uitgebreid gedaan, want ik... Dus alle kansen. Oh, nee, dat is lekker voor mij. Nee, dat is fijn. Lekker eerlijk voor Bas, ja. Oké.
Nee, ik hou namelijk van de soundtrack, dat weet je. Dus, ja, je hebt ook nog spelers, hè? Het gaat niet om jou, hè? Ik heb maar liefst 6 soundtrack-vragen. Dus, dan neem ik aan dat je ook 6 andere vragen hebt. Heb je nog 6 andere dingetjes? Of schakel je mij bij voorbaat gewoon uit? Ja, precies. Goed. Wat is het voor marketing, Sven? Wat is het nou weer? Nee, maar dit kan je mag morgen op tv, Bas. dit kan je helemaal aan, joh. Ja, we gaan het zien. Okay, volgende fragment wil ik graag. De film, de componist en de regisseur. Film, componist, regisseur, oké. We gaan er 3 doen, Sven, anders wordt het sowieso te lang. Die andere 3 mag je voor de volgende keer bewaren. Nee, nee. Ja, we zitten al 45 minuten in de uitzending. Ja. Oh, dat klinkt heerlijk. Ja, dat is een beetje Top Gun-achtig. Ja. Oh, dat is goed. Bas, weet hem al. Natuurlijk weet ik deze. Dit is dus mijn genre. Oh, dit is Soap of zo. Oké. Duur even. Ja, dat was het geniale intro van, zeg het maar, Bas. Lodder. Ja. Nee, Koen, je mag niet meer schrijven. Nee, ik kan alleen voor. Ik heb niks anders. Ja, ik ben de naam van de regisseur en de dinges, wist ik niet. Kan je het zien überhaupt mij? Nee. Ja, klasse Bas. Maar, Dick Maas, jou. Ja, tuurlijk, Dick Maas. Componist. Het toeval wil dat Dick Maas het ook gecomponeerd heeft. Ja. Oh, Bas. Dat wist ik ook niet. Dat is een leuk feitje, weet je dat ook weer. Op naar de volgende vraag. Een beetje tempo maken, inderdaad. Ja, een beetje tempo. Tempo. Ik kwam erachter dat we ontzettend veel mooie, niet heel veel mooie films hebben gemaakt in Nederland, maar wel de paar die mooi waren ook wel heel mooi. En daar zat ook hele mooie muziek bij. Ik ben ook heel benieuwd straks naar jullie. Oh, naar deze. Goed, komt even een advertisement. Yeah. Komt-ie. Wat wil je weten, film? De film, de regisseur en de componist. Ah ja. Ik had hem top 3 als het goed is. Regisseur en componist? Ja. En de film. En jij, Bas? Ik heb er 2, denk ik. Hoop ik. Ik heb alleen een naam. Oké, Koen eerst. Volgens mij is het Turks fruit, toch? De film is Turks fruit, dat klopt. Ja, ik weet de rest weet ik niet. Ik had regie had ik Verhoeven. Dat dacht ik ook. Voor jou? Ja. Oh, kut, dat dacht ik ook. Oh, shit. Dat denk ik zal wel niet. Ah, netjes. En de muziek. Ik kan me niet weten, van zover. Goed, Toots Tiedemans, prachtige muziek, waarvan dit natuurlijk het verliefde liedje was van het pasgetrouwde stel op de fiets door Amsterdam. Ja, maar hij had ook die hele mooie mondharmonica intermezzo's in die film. Ja, echt een heel goede muzikant, ook internationaal, heel veel faam. Is nog niet zo heel lang dood, geloof ik, hè? Nee. Echt iemand van de internationale bekendheid. Hij is van Baantje ook, van de muziek van Baantje, ja. Ook een goede soundtrack trouwens. Ja. Heel typerend. Baantje? Ja, daar heeft hij ook de muziek van gedaan, kennelijk. Ja, klopt. Ja, dat is waar, ja. Ja. Maar Paul Verhoeven, dat hij daarnaast ook een kutfilms heeft gemaakt. Ja, maar hij is niet voor niks naar Amerika gekomen, natuurlijk. Ja, dan kun je wel wat op zich. Hoezo, voor dat een kutfilm? Nee, Turks fruit vind ik een best. Daarna heeft hij een aantal kutfilms. Maar hij heeft een hele slechte film met Denise Richards gemaakt, weet je dat ook alweer? Showgirls. Shatters. Nee, dat is Nederlands. Showgirls, ja. Nee. Of is het niet Paul Verhoeven? Die film met die aliens, met de Denise Richards. Starship Troopers. Dat is ook met hem, toch? Ja, volgens mij wel, ja. Schrikkelijk slecht. Van wel lachen. Ja, dat wel, maar wel heel slecht. Ja, oké, maar. Je kijkt wel voor, inderdaad. Maar. Ja, dat was slecht, ja. Ja. Ik bedoel, van Turks fruit naar Starship Troopers is wel echt een behoorlijke stretch. Zakken vullen, meepakken. Ja, en niet alles kan goed gaan natuurlijk. Zeker. Nee. Laten we doorgaan. Ja, zeker. De volgende, daar wil ik van weten. De film, de zangeres en de regisseur van de film. En deze heb ik even gedaan voor Bas, want en misschien ook wel voor Koen. Weet je, het foute uurtje. Double salted caramel. Oh, weet je. Ja, moeten we nog even YouTube Premium installeren, jongens? Ja. Oh, ja, zeker. Ja, natuurlijk is Bas die, ja. Kijk. 8 keer gezien of zo, man.
Ja, dat weet Koen niet toch. Dat is niet tijd voor je, Koen, dat je dit weet. Wat Daan Schuurman vertel? Nou ja, ongeveer wel. Ibiza, of weet je... Even wachten. De zang komt bijna. Ik denk dat ze alle drie hebben. Een beetje lang introotje. Is het hier met Daan Schuurman? Ja, die speelt ook in de film, maar... Oh, dit is heerlijk. Dit is echt basstijl, ja. Ik ga hierop terugkomen. Ah, oh, fuck ja, wat is het nummer ook weer? Het nummer, vind ik te weten. Hey, wie zingt dit, bedoel ik? Georgina? Nee, zal wel niet. Even wachten. Okay. Geen één seconde. Jullie krijgen 3 seconden. Ik ben al lang klaar, joh. Al 5 dan. 1 seconde. Val me helemaal niet tegen dit, Sven. Bonuspunten mag je hebben voor het nummer van het lied, Bas. Ik heb alleen maar deze twee, waarschijnlijk zijn ze allebei fout. Georgina van Baan, motherfucker, je hebt het gewoon weer goed. Ja? Ja, Bas, wat jij... Ibiza is fout. De film is Costa. Oh, yeah. Tuurlijk, Costa, ja. Met, ja. Regisseur is Johan Nijenhuis. Dat je dat weet? Ja, tuurlijk weet ik dat. Nee, dat is geen twijfels, Sven. Moet ik even dubbel checken, want dan heb ik het verkeerd... Weet ik zeker. Dit was mijn film in mijn tienerjaren. Hoezo voor mijn tijd? Ik ken deze film ook gewoon, hoor. Ja, je hebt gelijk. En het, nou ja, Georgina Verbaan had ik ook inderdaad, even voor de fact-proof. Yes. En het nummer is Ritmo, dacht ik dan. Ja, ja. Exact. Ah, kut. Ja, Koen, moet je even van je bedrijf laten zien. Ja, die staat Bas op 7 en Koen staat op 6. Ja. Maar goed. Ik heb nog 2. Oké, snel door. Ik sta op 8, Sven. Costa. Nee, op 7 sta je. Nee, ik had Vlodder, Dick Maas, Turks Fruit, Paul Verhoeven, Costa, Georgina Verbaan, Johan Nijenhuis, Ritmo. Ik heb 7, Sven. Oh ja, de bonuspunt was vergeten, sorry. Bonuspunt. Ik heb 7 dan met Floris erbij. Maar Floris telde niet mee. Nee, Floris telde niet mee. Nee, keiharde dingen, keiharde regels hier. Het was het 8, ik heb 6. Het volgende fragment. Godverdomme. Zou in mijn bescheiden mening kunnen opteren voor een alternatief voor het volkslied. Maar goed, daar hebben we het later nog wel eens over. Maar dat mag sowieso veranderd worden. Wat wil je weten? Oh ja, wat wil ik weten? Ah, dit is geweldig. Componist, film, regisseur. Bonuspunten voor de 2 hoofdrollen of niet? Bonuspunten voor de hoofdrolspeler. Het jaar waarin het werd uitgebracht. Ik heb alleen bonuspunten in de titel. Ik weet de regisseur en de componist niet. Bas, weet jij dat wel? Nee. Ik ga laat even zien wat jullie hebben. Bas, heeft Soldaat van Oranje? Nee, dat is Koen. Rutger Hauer, 1977. Dat zijn 3 punten. Wow. Dat even Bas. Soldaat van Oranje. Toets Tielemans. Verhoeven, Rutgehouwer, 1978. Ja, dat is niet helemaal goed, 1978. Nee. Want dat was inderdaad 1979. Voor de rest heb jij wel Verhoeven, want dat onze vriend Koen weer niet. Oh, dus Verhoeven? Verdomme, dat dacht ik wel. Hoeveel punten heb jij nou? Bas? Ik had er 3. Ik heb ook 3. Ik dacht nog Verhoeven, dus dat is de tweede keer dat ik dacht, maar denk, stel hem maar niet neer. Vanwege die Starship Trooper dus. Dat is slecht. Maar wel een lekker dingetje toch? Als je zo met Nederland zelf al in de WK-finale met dit nummer kan beginnen. Dan Dat het Wilhelmus van Duitse bloed en Spaanse koning. Ja. Weet je wat? Ik stop met deze. Ik heb een ander idee. We moeten een beetje tijd winnen. Dus het fragment wat ik hier heb, dat bewaar ik om de uitzending mee af te sluiten. Leuk. Daar kom ik later op terug. Okay, gaan we door naar de top 3. Juist, de top 3. Koen, wat is jouw... Er staan nog twee van deze staan er al in, maar even denken. Moet ik even de telefoon erbij pakken, want ik had genoteerd ergens. Jouw nummer 3 van beste Nederlandse films aller tijden.
Ja, nummer 3 is niet is mijn favo-film, maar niet de beste film. Nee, we hebben het over kerstfilm. Gaan we favo toch weer? Ja, we gaan favo toch, in principe ja. Favo, ja, we zijn geen kenners, joh. Ik moet zeggen, ik vind Nederlandse films 90% vind ik echt gewoon heel slecht. Dan mag je me mee niet veranderen of tips geven, maar ik vind Nederlandse films zeker, ik vind eigenlijk alleen de oude films vind ik goed. En dit is dan de jongste van de 3 die ik heb, dus mijn 3 is de eerste All-Stars. Mooi. Omdat het past ook bij ons alle 3 aan, want we hebben natuurlijk allemaal de All-Stars verleden. En we kunnen ook alle 3 kunnen we ons wel herkennen, denk ik, in het karakter van die film. En ik vind het gewoon... Het is gewoon... Ja, zeg je? Ja, precies. Komt ook op mijn lijst, ja. Het is gewoon, ik vind de film heel goed, ik vind de acteurs heel goed. Het is gewoon... elke jongen die voetbal speelt, en ik ben zelf helemaal geen voetballer, ik kan voor geen meter voetballen, maar ik heb door jullie wel voetbal meegemaakt. Ja, het is gewoon iets van wat je mee opgroeit. En het is dat zaterdag of zondag gevoel dat je met z'n allen wakker wordt en naar het voetbal gaat. Ja, wordt heel goed, is gewoon heel goed verbeeld in die film eigenlijk. Meer kan ik er niet van zeggen, denk ik. Nee, het is waar vaak wordt gezegd, voetbal is meer dan een spelletje. Is van deze film kan dat op geen manier, op geen betere manier had deze film het kunnen weergeven. Waar, zeker. Ja, hoe klein het onderdeel voetbal eigenlijk is in het gevoel wat het teweeg brengt. Ja, zeker. Het hebben van een voetbalteam, het hebben van vriendschappen, het hebben van winnen en verliezen van binnenkant paal, buitenkant paal in het leven. Allemaal dat soort dingen. Dat zit natuurlijk al die symboliek zit in, mooi in die film verwerkt. Dat sowieso, maar ook juist weer, het wordt ook heel duidelijk gemaakt hoe teams op zaterdag of zondag juist in die kleedkamer opeens voetbal het belangrijkste van hun leven maken, dat moment. Weet je wel, en die strijd. En dat je dan na afloop gewoon denkt, ja, het is allemaal prima, maar ja. Ja, die belangrijkste bijzaak. Precies, precies. Ja, ja, ja. Ja. Ik hou even mijn mond, want ik ga hier straks op terugkomen. Dus, okay. Heel goed. Nummer 3, Sven. Nee, ik wil eigenlijk nummer 3, Bas. Nummer 3, Bas. Nou, ik wil een paar honorable mentions, want ik heb erg zitten twijfelen over mijn nummer 3. Mijn nummer 1 en 2 was ik eigenlijk wel vrij snel over uit. Ja. Nummer 3 heb ik zitten twijfelen nog aan De Marathon. Wat ik een erg goede film, een Nederlandse film vind. Vrij recent, dus met Kees Giel. Meer bekende acteurs zitten erin. Het gaat over een van die gasten, oude garagehouwer. Die heeft kanker. En dan gaan ze met z'n allen gaan ze de marathon van Rotterdam lopen. En dat is eigenlijk een beetje zijn laatste heroïsche daad. Typische Rotterdamse humor zit erin. Het is echt, je voelt Rotterdam. Dat vind ik prachtig. Maar die is het niet geworden. Dan had ik ook nog Simon. Wat ik een erg mooie film en emotioneel. Ah, okay, ja, mooie film. Ja. Hele mooie film. Okay, Schil, inderdaad. Ja. Ook weer over kanker. Dus dat is kennelijk een Keijs of zo, ja. 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 Ja, vond ik ook erg. Maar uiteindelijk, ja, het is, en dat is dan weer een schril contrast met deze twee films. En we hebben hem net al gezien. Maar kan ik niet anders dan, hij moet in mijn top 3 Costa zetten. En een van de redenen waarom ik erin heb gezet, is deze reactie van Sven Driessen. Daar had ik van tevoren had ik daar een lol van. Ik denk, nee, Costa moet erin, want dan ga ik die film schrikken. Sven, die gaat zo reageren en daar hou ik van. Oh, dat is toch een kutfilm, man. Dat is een heerlijke film ook om te kijken. Okay, ik moet zeggen, het was wel een guilty pleasure van me, Costa. Dat bedoel ik. Later kwam die serie nog, en die heb ik ook altijd wel zitten kijken. Serie vond ik minder, maar je moet zo zien. Natuurlijk, vond ik ook minder, maar ik heb het wel zitten kijken, want het is toch een beetje dat middelbare schoolgevoel wat er heel erg in zit. Al die onzekerheden en die groepsdruk en allemaal. Nog een beetje de OC van Nederland. Je wil allemaal naar Spanje. Het wordt uiteindelijk gewoon een kutvakantie. Maar je hebt wel leuke herinneringen aan. Maar je weet niet meer zo goed waarom. Toch? Ja, dat is mijn motivatie inderdaad. Ik was op dat moment ietsje ouder dan jullie denk ik waren. Ik was 16, 17. Ja. Ik was net in die tijd, weet je, met meiden bezig. En helemaal spannend. Een beetje proberen het mannetje te zijn, zeg maar. We gingen voor... Feilo zou je in die film passen. Nou, daar kom ik straks op terug. Maar roze op je velgroene overhand open. Ja. Dan had je hier zo'n cuttingje. Luister Sven. Jij denkt dat toeval is. En jij denkt, dat is helemaal natuurlijk niet mijn eigen stijl geweest. Ik heb gewoon Costa afgekeken. Zo simpel is het. Ik wil inderdaad gewoon Rens uit Costa zijn. Dat is heel erg. Mooi. Zo eerlijk ben ik dan ook weer.
Ja, maar wat ik inderdaad mooi vond aan die film inderdaad, wij gingen dan voor het eerst dat jaar naar Spanje op vakantie. Zouden voor het eerst naar Spanje gaan, dus dat was inderdaad van oké, wat tof. Zij waren natuurlijk allemaal net even iets ouder in die film. Dat vond ik mooi. Nou, daarnaast inderdaad gaat het over een gevoelige jongen, Rens, die eigenlijk van songfestival liedjes houdt glazen wasser is. En eigenlijk een vrij simpele jongen, maar die zich verschilt achter een schild. Nou, dat kun je ook in herkennen als jongen die aan het opgroeien is natuurlijk. Hè. Ja. En er komt bij inderdaad dus songfestival liedjes. Nou ja, hou ik enorm van. Felle kleuren, dat voor mij de ultieme zomerrit. En wat ik bovendien heel erg goed vond, is tot die tijd had ik een aantal Nederlandse films gezien. Vond ik vaak te serieus, te gedragen, te zwaar. Wat ik het knappe vond van Johan Nijhuis is dat hij gewoon een ordinaire popcornfilm in Nederland heeft gemaakt. Ja, waarmee hij een enorm publiek heeft getrokken. Ik vind van ja, we hoeven als Nederland niet altijd alleen maar cultureel bezig te zijn. We mogen ook gewoon vermakelijke films maken. En dat was het. Dus meer was het ook niet. En dat is ook wel eens prima. Nou, dan vind ik, als je dat argument bepleit, dan vind ik New Kids Turbo echt een geslaagd succes. Ja. Dat vind ik. En dan blijft Costa voor mij toch wel een beetje los van het hele jeugdsentiment wat aan blijft kleven. En op die leeftijd dan zie je dat minder en dan schat je dat minder op waarde. Maar dan vind ik dat toch, daar kan ik niet nog een keer naar kijken. En als je het dan hebt over de ordinaire popcornfilm of hoe je het net omschreef. New Kids Turbo. Ja, een ordinaire popcornfilm? Nou ja, vind ik wat meer. Ik vind het meer dan dat eigenlijk toch wel. Ja, maar daar heb je het dan al. Ik vind het geniaal gemaakt. Ik bedoel, het is niet te vergelijken met een echt goede film, maar ik vind het gewoon. Ja, het is wel een beetje type blockbuster, toch? Ja, maar wel met een bepaalde humoristische insteek die toch net iets anders is dan een normale popcorn. Neem ze zelf niet heel erg serieus, geloof ik, New Kids. Waarom? Het is toch net iets anders, vind ik. Oké. Ook bijvoorbeeld, het zijn dezelfde makers als van Bros Before Hoes en dat soort films. Dus het is toch net iets anders. Een beetje misschien een alternatieve versie van een popcornfilm, misschien. Maar goed, Costa dus voor mij nummer 3. Ik heb hem ook aan mijn Zweedse vriendin laten zien. Want ik vind dat is gewoon een onderdeel van de Nederlandse samen. Ik ga die echt nooit aan mijn vriendin laten zien. Geweldig, man. Heeft ze hem gezien op YouTube? Heeft ze hem uitgekeken? Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Wat vond je ervan? Ja, best vermakelijk, geloof ik. Nice. Sven? Ja, ik kom weer met een elitaire film om de hoek natuurlijk. Ja, precies. Nou ja, waarschijnlijk voor jullie misschien dat het zo in de hoek komt, maar het is niet per se een elitaire film, hoor. Het heet One People. Het is dat betekent één mens. Ja, één mens. We zijn allemaal gelijk. Wanneer is hij uitgekomen? Jaren 70. Het is een film van Pim de la Parra, een Surinaamse Nederlandse regisseur. En het is eigenlijk de eerste. Gaan we zo beginnen. Echt een serieuze speelfilm gemaakt in Suriname. Over Suriname. De bottom line is eigenlijk, er gaat een Nederlandse, een Surinamer die studeert in Nederland, heeft een relatie met een Nederlandse vrouw en die gaat terug omdat zijn moeder ziek is. En komt eigenlijk tot de ontdekking dat hij komt eigenlijk een soort persoonlijkheidsstoornis. Nou, stoornis is het verkeerde woord, maar een soort van midlife crisis. Waar hoor ik eigenlijk? Hij ontdekt eigenlijk het land waar hij geboren is, wat hij vergeten is toen hij naar Nederland is gegaan en studie ging opbouwen, carrière wilde gaan maken. En aan de hand van die zoektocht wordt ook het hele land geïntroduceerd. En het land is natuurlijk een samenstelling van culturen door de koloniale overheerser Nederland en Engeland daarvoor. Zijn allerlei bevolkingsgroepen naar Suriname gebracht. Hindoestanen, Javanen, Afrikanen, Nederlanders. En die leven daar allemaal los van elkaar in dezelfde samenleving. En die film probeert eigenlijk voor het eerst die mensen samen te brengen. Dus hij wordt verliefd op een Hindoestaanse vrouw. En dat is wat compleet uit de boze is. En hoe zeg je dat? Maatschappelijke kwestie wordt zeg maar besproken in die film op een hele subtiele wijze. En, een beetje modern Romeo en Juliet verhaal in die zin? Nou ja, dat is eigenlijk een mooie vergelijking, Bas. Ja. Zo had ik er nog nooit naar gekeken, maar ja, zo is het ook wel een beetje. Ja. En
Ja. En het land wordt prachtig geportretteerd. Hij gaat naar de binnen, de oerwouden van Suriname, over het water. Hij gaat op een gegeven moment echt een soort van het land herontdekken en omarmen en wil ook niet meer terug. Je bent in Suriname geweest, dus Sven? Ja. Heb je de film gezien voordat je er bent geweest of daarna? Precies mijn vraag, ja. Ja, ik heb hem ervoor gezien. Mijn vader is een groot Surinamofiel, dus die heeft ook deze film bij mij geïntroduceerd. Dus als je, wat je zag van Suriname, kwam het heel erg overeen met wat je zelf een beetje aantrof? Of? Nou, de tegenstellingen die er toen waren tussen met name de Hindoestanen en de Creolen, die zijn wat minder tegenstellig. Wat genuanceerder meer nu. Ja, genuanceerder. En sterker nog, ja, je hebt daar ook het bekende symbolische voorbeeld van dat al die mensen vredig met elkaar samenleven. Ondanks dat ze dus een periode hadden dat ze elkaar in ieder geval niet, dat je geen gemengde huwelijken had. Is dat je in één straat een synagoge en een moskee naast elkaar hebt. En dat wordt altijd als het symbool benoemd van kijk hoe wij hier vredig samen kunnen leven. Mm-hmm. Nee, ja. Dus, maar goed, dat was in 2009 hoor, dat ik er was, dus ik ben er al lang niet meer geweest. De laatste jaren gaat het niet heel erg goed daar, maar de film is een aantal jaren geleden nog wel weer gerestaureerd en nieuw leven ingeblazen. En is ook nog steeds wel af en toe wordt die vertoond in een aantal filmen. Waar kunnen we een film? Kunnen we het online ergens bekijken of alleen maar kopen, denk ik, via DVD of? Geen Netflix, denk ik, of wel? Ik zou het niet weten. Nou, het staat niet op Netflix. Nee, precies. Het is echt een beetje cultureel erfgoed film, zeg maar. Hoe schrijf je die titel? W-A-N, one. Oké, op die manier. En people is P-I-P-E-L. Dus one people. Ja. Oké, ga ik even checken dan. P-I-P-E-L. Oké, nice. Alright, cool. Spelletje. Spelletje. En ronde 2, even voor jou, dat je weet waar je mee moet starten, is dus vragen. Vragen. Ja. ABC'tjes. ABC'tjes, juist. Ja. Nou, dat is makkelijk dan, jongens. Dan beginnen we even met algemene kennis. Welke drie Nederlandse films wonnen ooit een Oscar? Zijn dat A, deze drie? De Aanslag, Antonia, Karakter? Zijn dat B, Zwartboek, De Tweeling, Karakter? Zijn dat C, De Tweeling, De Aanslag, Antonia? Een Oscar, zeg je? Nog één keer. Welke drie Nederlandse films wonnen een Oscar? Nederland heeft drie keer een Oscar gewonnen voor beste niet-Engelstalige film. Okay. Welke films waren dat? A. De Aanslag, Antonia, Karakter. De Aanslag, Antonia, Karakter. B. Zwartboek, De Tweeling, Karakter. C. De Tweeling, De Aanslag, Antonia. Oké. Beetje voor Bas. Wat dacht jij? A of C? A. 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 De Aanslag, Antonia, Karakter. Ik ken Antonia helemaal niet, die film. Ik ook niet. Ik heb alleen De Aanslag gezien. Ja, ik ook. Ik weet niet, Karakter heb ik in ieder geval het boek gelezen. Ik weet niet of ik de film ook gezien heb. Oké. Ga verder. Ja. Vraag 2. Rutger Hauer overleed in 2019. Hoeveel Golden Globes won Rutger Hauer in zijn carrière? Typische gokvraag. Een hele goede vraag dit jaar. Hoeveel Golden A, Globes? 1. B. 2. C. 4. 1, 2 of 4. Allebei fout. Hoeveel was het? Hij won er 1. Eentje. Voor welke film? Escape from Sobibor. Ah, oké. 3. Wie was de eerste Marokkaanse Nederlander die een Gouden Kalf won voor beste acteur? Ah, die is simpel. A. Najib Amhali. B. Nasreddine Daghar. C. Nora El Kousour. Ik weet niet hoe die precies heet, maar volgens mij is het... Ja, allebei goed. Voor Rabat, toch, of niet? Ja. Ja. Goeie film trouwens, Rabat.
Hoeveel punten staan we, Sven? Bas staat op 13 en Koen staat op 10. Lekker, Bas. En nog één ronde te gaan. Er zijn veel punten te vinden. Ze verdienen die laatste ronde. Dus gaan we bij de nummer 2, hè? Gaan we over van de lijstjes. Mm-hmm. Nummer 2, dan beginnen we weer met Koen, denk ik, hè? Ja, ja, voor mij is het heel duidelijk, Soldaat van Oranje. Ah, mooi, ja. Ik heb wel getwijfeld over 1, maar 1 is volgens mij toch wel heel anders. Soldaat van Oranje is voor mij... Ik heb het boek ook gelezen van Erik Hazelhoff Roelsma. De echte Soldaat van Oranje. Dat is een goed uitspreek, maar... Goed boek. Ja, nee, een goed boek wel, maar heel klein. Heel klein boekje is het überhaupt. Het is echt een soort van... Boekenweek is geen boekje, zo ziet het eruit. Groen en heel klein. Ja. Ik vond het heel leuk om te lezen. En ik vond de film geweldig. Ik vond, want behalve Rutger Hauer, is de andere acteur is Krabbe, toch? Of niet? Ja. Ja, precies. Ik heb hem volgens mij 3 keer gezien, maar heel lang geleden. De laatste keer. Wel een paar jaar geleden, denk ik, minimaal. En de soundtrack is geweldig. Het hele spannende gevoel. Elke keer, natuurlijk met het strand op een gegeven moment, dat ze dan die boten moeten... Ja, ik vond het voor Nederlandse... Ik vind eigenlijk dat we in Nederland maken we niet meer films van dat niveau, vind ik. Misschien is dat mijn mening alleen, maar... En waar zit hem de klasse dan in volgens jou? Ja, niet... In Nederland proberen ze niet heel bombastisch allemaal heel overdreven dingen te doen. Ja, nu hè? Of misschien ook, bijvoorbeeld Nova Zembla. Ik heb die film niet gezien überhaupt, maar ik bedoel... De trailers gezien en het spreekt me gewoon helemaal niet aan. Ik heb, voor mij is 2 dingen. 1, de niveau van de acteurs die in Nederlandse films nu kan spelen. Dus dat heb ik niet over Nederlandse acteurs. Ik heb het over Nederlandse acteurs die in Nederlandse films spelen. Dus je hebt natuurlijk wel, Sylvia Verhoek die heel goed is. En de kerel die nu in Amerika werkt. Michel Huis, precies. Ja. Die vind ik wel heel goed. En ik vind, Van Jans is natuurlijk al jaren goed. Clarice Ruttgauer, van Houten. Chris van Houten ook. Ruttgauer was toch heel goed. Maar maak even je punt. Nee, dus ik heb het gevoel dat de acteurs die beschikbaar zijn voor Nederlandse films... zijn gewoon niet goed genoeg vergeleken mij met bijvoorbeeld de jaren 70, 80. En ik heb ook het gevoel dat de regisseurs ook niet dat niveau halen. En de budgetten zijn volgens mij misschien wel groter dan toen... maar in vergelijking volgens mij kleiner dan weer. Het is gewoon... Ik weet niet waarom. Ik vind gewoon... De scripts zijn niet goed. Hoe ze er visueel uitzien, dat valt allemaal mee. Maar het is gewoon... Ja, ik heb een beetje het gevoel alsof ze me een beetje aan kakkers waren, om het zo heel naar te zeggen. Ik voel wel jouw punt dat ze zeg maar proberen een hele moderne filmproductie te maken met effecten en bombastische sequenties. En dat het dan toch altijd weer net niet gaat lijken. Dus het is allemaal net niet. Omdat je gewend bent en dat je bij zo'n film, als je het dan vergelijkt, goed, de middelen en de techniek was toen ook heel anders in de jaren 70. Ja. Maar dat het daar veel meer aankwam op het script en het acteerwerk en dat je gewoon een heel klein clubje had wat gewoon heel goed was. Ik altijd wel dezelfde mensen, Rutger Hauer, Paul Verhoeven, Jeroen Krabbe, dat waren natuurlijk... En bijvoorbeeld de enige goede film van de laatste... Ik weet niet hoe oud die is, 20 jaar zou ik maar zeggen, of de laatste 10 jaar, is natuurlijk met die film van The American, van Corbijn, met George Clooney. Ja, dat vond ik wel echt een goede film. Ja. En dat was wel, heb je niet gezien, Bas? Nee. Nee, Sven wel? Ja, heb ik gezien. Ja, zo met die Nederlandse actrice, hoe heet ze ook alweer, die mooie dame. Geen idee hoe ze heet, maar dat vond ik wel echt een goede film. Maar dat was gewoon, omdat het ook weer, het ging niet om het bombastische, maar het was een heel klein gehouden verhaal, maar gewoon met hele, natuurlijk, Corbijn. Hele mooie visuele effecten en shots. Ja. Maar dan was het wel toch weer duidelijk van... joh, het ziet het, maar ondanks dat het dus heel kleinschalig is eigenlijk gemaakt misschien wel... ziet het er wel 10 keer duurder en beter uit dan de bombastische films. Dus dat klopt iets niet of zo, voor mijn gevoel. Ja. Nee. Maar goed, Soldaat van Oranje is natuurlijk wel... Ja, geweldige film. Het is een schandvlek voor mij, maar ik heb hem dus nooit gezien. Nee? Nee. Nou, tip. Kijk, tip. Ja, maar dat is het lastige met Nederlandse films natuurlijk. Waar vind je ze? Ja, dat is waar. Ja, moet je dan op DVD denk ik kopen. Exact. Dus als moet je hem een keertje tegenkomen in de winkel of inderdaad bestellen via bol.com. Ja, precies. Ja, precies. Maar DVD of zo. Dan moet je daar net aan denken weer inderdaad. Want ik wil het echt zien, maar het is nooit van... Hij is echt de moeite waard, vind ik. Oké, Bas?
Bas, ja, nummer twee. Nou ja, ik ga kort houden, want we hebben hem al behandeld. Dat is All-Stars. Nice. Eigenlijk alle redenen die jij net ook aandroeg. Het is gewoon enorm herkenbaar. Ik vind het eigenlijk wat een wonder is, aangezien voetbal gewoon toch wel de grootste sport ter wereld is, dat er zo weinig filmmakers in zijn geslaagd om een geslaagde voetbalfilm te maken. Zeker. Toen is deze film meer dan voetbal. Het gaat over mannen die opgroeien en wiens leven anders wordt dan ze het ooit hebben bedacht eigenlijk. Het slaat eigenlijk een beetje aan bij het nummer van Django voor het Songfestival. Nou, het Songfestival er weer bij, hè. Growing Older. Heerlijk dit. Nee, maar Jean van der Velde is daar wel in geslaagd. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Wil je zeggen, hè? En deze film is ook geremaked en vertaald in allerlei landen. Het is echt een internationaal succes geworden. Ja. Oh ja, zwaar. Wat je zegt, de sfeer van de kleedkamer. Ja, joh. Perfect gevangen, maar niet. Weet je, als het over de kleedkamer gaat, dan zeggen mensen vaak van ja, het is natuurlijk aan elkaars leuter trekken en weet ik het wat. Het is allemaal banaal. Maar een kleedkamer is veel meer dan dat, weet je wel. Ja. Het gaat over vrienden die het leven delen met elkaar. En het is niet alleen maar banaliteit, zoals inderdaad vaak behandeld wordt. Nee, het sterke is juist erin, ook dat wat we ook bijvoorbeeld bij onze club vroeger zagen, is dat ook iedereen is zo divers van elkaar, toch wel. Ja. Dat is zo goed, zeker in deze, ook ik vind deze film is wel een van de weinige films waar ze toch een goede serie na afloop hebben gemaakt. Ja. Want misschien niet alle drie seizoenen, maar ik vond seizoen 1 wel heel sterk. En de moeite waard. Maar vooral die verschillen zijn mooi weergegeven. Ja. Ja. Ook juist omdat je inderdaad die jongetjes hebt, die in het begin zijn ze allemaal hetzelfde eigenlijk. Hè? Dan merk je die verschillen niet. Als je als 6-jarige, 7-jarige jongetje, weet ik wat, op het veld staat. Maar inderdaad, naarmate je ouder wordt, ga je zien dat er verschillen zijn tussen mensen. Verschillende milieus, verschillende seksualiteit. En dat is. En er komen conflicten, maar het komt ook altijd wel weer bij elkaar. En het voetbal blijft een soort van gemene deler. En dat is ook zo mooi aan vriendschap die je van vroeger hebt, dat die ook soort van altijd wel weer terugkomt en dat kan verwateren en het kan dan opeens weer aangrijpen. En dit is geacteerd door echt heel veel goede Nederlandse acteurs ook in die film. Zeker. En de titelsong, hè, bedoel, dat is voor mij is de titelsong is voetbal. Dat is voetbal. Zeker. Nee, ik vond ook zo mooi dat wij dat voetbalteam natuurlijk hadden en als je deze film kijkt, dat is ook een soort een jaloersmakend gevoel waar je soms weer naar terug zou willen. Weet je wel, een periode in je leven waar heel veel dingen gebeuren. En waar je ook op een gegeven moment zomaar weer uit bent. Weet je, tussen je 20 en je 30. Ja. Daar gaat deze film ook over natuurlijk. Ja. Een van de gemakkelijkste, leukste jaren, ja. Ja. Ja, het is ook wel eens heel moeilijk. Het is een ups en downs. Het is gewoon heel dynamisch. Precies. Je bent aan het zoeken, je bent jezelf aan het vinden. Het is meer intens of zo. Alle ups en downs zijn meer intens die je meemaakt. Heel intens. Heel intens. Ja. Er zijn heel veel dingen die er bijvoorbeeld moeilijk zijn op dat moment. Waar je dan nu, we zijn natuurlijk allemaal volwassenen geworden. En nu denk je van ja, we maakten ons zorgen om niks. Maar toen was het allemaal drama of allemaal goed. Ja. Het was allemaal heel zwart-wit, was het voor mijn gevoel. Ja, ja man, het was een soort rollercoaster. En dat zie je in die film en ook in de serie, zie je dat ook terug, hoe ze daar mee omgaan een beetje. Dus dat was mijn nummer twee. Hoort er voor mij bij. Ik heb al zin om hem weer te gaan kijken. Ja, ik ook. Nou, omdat jullie hem genoemd hebben in jullie top drie, haal ik hem er even uit. Jij had hem er ook in? Ja, ik had een voorselectie van 5 films. Dan komen we met een hele moeilijke Surinaamse film nu. Nee, ja. Op 2 heb ik er eigenlijk dus 3. Nou, All-Stars hebben we behandeld. Ik behandel nog even De Kleine Blonde Dood. Oh, uit 1993. Anthony Kamerling ook, hè? Anthony Kamerling. Die heb ik niet gezien. Sorry. Mooi. Met het zogenoemde kindsterretje Olivier Tuinier. Die speelde. Oh, je kent hem wel. Kruimeltje. Ja, precies. Nee, het zakmes. Zakmes, ja. De Tasjesdief. Oh ja. En deze. Ik heb even opgezocht wat met Olivier Tuinier is gebeurd. Want ik dacht, waar is hij gebleven? Zo'n ontzettend goede kinderacteur. En ook echt, begin jaren 90. Dus de periode dat ik kinderfilms keek, was hij mijn identificatiepersoon. Ik keek al die Nederlandse films, mijn vader nam wel op. Ik keek altijd, ik vond echt hele goede films. En maar goed, hij is gestopt met acteren. Hij is DJ geworden. Dat meen je niet.
Ja, ja. Oh, jammer dan. Ja. Toch een beetje minder. Ja, misschien had er gewoon geen zin meer in. Dat kan. Ja, precies. Dat weet ik niet waarom. Maar De Kleine Blonde Dood, ja, schitterende film natuurlijk. Van een soort, ja, moeilijke gezinssituatie van een vader die per ongeluk een kind krijgt met een vrouw. En eigenlijk geen vader wil zijn, maar toch van dat kind gaat houden. En dat het toch weer tragisch afloopt. Maar ja, een soort van kennismaking met Nederlandse film was wel via deze. En via deze acteur. En dat wilde ik even... Nice. Ik moet eerlijk zeggen, ik was hem vergeten. Anders had hij er zeker ook op kans gemaakt. Hij heeft op mij ook indruk gemaakt, ja. Ja, ik ga hem even opschrijven, ik heb hem niet gezien. Ik heb net weer een scène teruggekeken. Ik dacht, wauw, ja, het was wel echt een mooie film. Ja. Is het heftig ook? Ja, het is heftig. Vader, heftig, ja, ja. Vader-zoon relatie, ja. Nice. Heel mooi. Aangrijpend verhaal. Ja. Okay. En de andere nummer twee is... ja, in mijn ogen... Nou ja, het verschilt niet veel van Soldaat van Oranje, maar ik vind deze denk ik net iets beter. Zwart Boek. Dus die staat bij mij op twee. Dat is ook een goede film. Ja. En dan zit hem ook wel een beetje in het... In het scenario van, los van het geweldige acteren van Carice van Houten, ook wel een beetje een, de ellendigheid van zijn oorlog en hoe lang het maar duurde. En dat je dan denkt dat het klaar is en het is nu niet klaar. En, ja, ja, ja. En ook de soort van, dat bevrijding ook helemaal geen bevrijding was voor heel veel mensen. Dus het voegde nog een hoofdstuk toe aan het hele oorlogsdrama in Nederland, wat ik nog niet wist. En nou is natuurlijk Nederlandse filmgeschiedenis sowieso oorlogsdrama. Hè? De meeste films zijn volgens mij gemaakt over de oorlog. Ja. Vooral lijden inderdaad, honger. En, ja. Ja, maar ook dat je zeg maar al dat verraad en zo. Dat, hoe lelijk mensen worden, weet je wel. Ja. Ja. Want het was zeg maar, dit gaat over een groepje wat in het verzet zit. En een van die verzetsleden heeft continu gelekt aan de Duitsers. En daar... Tot en met na bevrijdingsdag wordt er nog een spel gespeeld binnen die club en wordt er vertrouwensbreuk gepleegd. Dat vind ik zo sterk in die film. Ja. Maar ik vond het einde heel drukwekkend. Ja man, nee, ja, ja. Precies. Ik had dat vorige week... Want dan loopt bevrijdingsdag al, toch? En ja, springt, precies. Dan springt ze toch uit het raam en dan, ja. 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 Spoiler. Ja, is een spoiler film van, die, van 20 jaar geleden, nee? Beer, ja, Bas, je moet echt even wat klassiek. Ja, Bas, ik kan echt niet. Luister, ik heb in de vorige keer al gezegd, ik ben niet van de oorlogsfilms en ik ben eigenlijk ook niet van een Nederlandse film. Ja, dus, dat is dit. Maar ik moet zeggen, Zwart Boek, ja, wist ik niet dat hij zo goed geprezen werd. Van Soldaat van Oranje wel, dus dan denk ik wel, oké, die moet ik wel zien. Maar ik schrijf hem erbij, Zwart Boek. Ja, maar ik had het al juist een beetje gehaat over de Nederlandse films van de afgelopen 20 jaar, maar Zwart Boek is inderdaad, valt er wel echt buiten. Okay. En ook omdat ze die hele goede of Duitse of Oostenrijkse acteur die tegenspelen van Carice van Houten. Ja. Die speelt ook later speelt hij in die film Bridge of Spies met Tom Hanks. Ja, hij ziet de Stasi Commander en speelt ook in Homeland speelt hij ook. Ja, waanzinnig acteur. Hij speelt ook in Das Leben der Anderen. Ja, precies. Ja. Die heb ik wel gezien. Ja, ja. Goeie dus film. Even kijken. Otto, nee. Sebastian Koch. Oh ja, goede acteur. Ah, hele goede acteur. De ex van Carice van Houten ook. Ja, dat is dan weer voor mijn... Oh, heel mooi dat jij dat dan weer weet. Ja, dat weet ik dan weer. En nu is het met die andere, die Guy Pearce, toch? Guy Pearce, ja. Quiz. Quiz. De laatste ronde van de quiz. Van de quiz, de quiz. De quote, zijn we dan aanbeland. Ja, en dan heb ik hier een quote voor jullie. Ja. En daar wil ik van weten... Ik wil weten de naam van de actrice die het heeft uitgesproken. Ja. Ik help je al een beetje. Ik wil de film weten. Oké. Okay. En bonuspunt voor de regisseur. Right. Oké. Okay. Als jullie het heel moeilijk vinden, dan verander ik de intonatie, maar ik lees hem eerst gewoon voor. Okay. Houd het dan nooit op. Houd het dan nooit op. Ik zie jullie allebei schrijven, dus jullie vinden het niet moeilijk? Ja, dat weet ik niet. Het is een beetje gok. De regisseur. Weet jij dat, Bas?
Nee, want ik, nou ja, het ligt eraan welke het is. Maar geen kostbaar. Hij heeft geen Nederlandse films gezien, joh. Het is geen proppers, dan houdt het dat nooit op. Voor dat proppen. Nee, daar weet ik nog wel van. Gaat er dan helemaal niemand mee zwemmen? Oh ja. Van Georgina of niet? Ja, Georgina. Dat weet ik ook gewoon heel erg niet. ik heb alleen maar de eerste twee. Heb jij een gok voor de derde of niet? Geen Paul Verhoeven weer. Jawel, want ik heb hem gegokt namelijk op Turks fruit. Dus, Nee, volgens mij niet. Oh, wat? Ja, Zwartboek, ja. Ja, Zwartboek, Carice van Houten, regisseur is? Geen idee. Oké, Paul Verhoeven. Ik heb een fragmentje. Is het weer Paul Verhoeven? Ja. Ah, flikker erom maar die Paul Verhoeven, man. Kijk even. Ja, ik ken hem nog wel, ja. Houd het er nooit op. Had hij al een injectie gegeven, of niet? Volgens mij of niet. Hier komt ze erachter dat ze wordt verraden door degene... Ja, ja. En wie ze eigenlijk het verzet is ingeleid, ingelokt. En die lullo die erachter staat, gaat er een injectie geven, volgens mij. Ja, precies. Ja, precies. Ik heb het niet meer gezien. Oh ja, spoiler alert. Gebeurt helemaal niks, joh. Gebeurt helemaal niks. Gewoon lekker party, joh. Vraag 2. Bas, even opletten. Ja, ik weet het. Ik ben me ervan bewust. De naam van de film. Ik heb voor mezelf de naam, van de acteur en de naam van het karakter dat hij speelt. Film, acteur, karakter. Oké. Okay. Weer Paul Verhoeven, jongen. En de quote is... Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Oh ja. Koen gaat inhalen nu. Hoop ik. Ik hoop dat ik het helemaal goed heb. Maar misschien is het totaal naast. Nee, dit weet Bas ook wel. Ik heb hem net op 2 gezet, jongens. Waarom? Ja, toch wel, hè? Gelukkig. Gelukkig. Je geeft me even moed nu. En ik zie het op taal naast, maar... Ah, shit. Wat, sukkel. Oh, nee, dat is de broer. Ja. Dat is de broer. En dit Nemo. Fuck. Nero is de broer, die de, door Casper... nee, hoort ik hem in die jongen? Ja, Casper van Koten? Nee, die andere. Kas Jansen. Ja, Kas Jansen, ja, precies. Ja. Dat is Nero, fuck. Maar die heeft geen Nero, die heet Nemo. Nemo. Oh, Nemo, ja, je hebt gelijk. Ja, ja, ja. Ik heb ze gewoon gefused. 15-13, nee, hoeveel staat dat nu? Nee, 15-15. Oh, 15-15. Komen we tot een ultieme climax. Dat is de laatste vraag. Ja, de laatste vraag. Dus ik weet eigenlijk... Jij hebt nog een bonusvraag soundtrack, toch, of niet? Ja, die kunnen we nog ingooien. Eventueel. Maar ik heb gewoon nog een laatste vraag. Dus, ik spel de bonus. Ik wil alleen eerst nog even een fragmentje laten horen, sorry. Ja, ja, tof. Ik dacht nooit. Ja, precies, ja. Daf en Dekkers was het toch, of niet? Ja. Ja, ja, precies, ja. Ik heb deze zoveel gezongen onderweg naar de discotheek. Ja, dat... Heel vaak in het pakhuis. Ook. Jochem heet Schutte. Ik heb toch wel een beetje laatste raad, Koen. Ja, zeker. Van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Dat is Sven. Ik jou zag. Ik hield zomaar. Mark. Je hebt niet in de gaten. Lekker vet ook. Heerlijk gast. Dat kun je ook niet weten. Oh ja, Danny de Munch, ja. Je pas een keer ontmoet. God, en toen heb je One Girl. Misschien... Oh ja, hè. Is dat wel. Ja. Het was wel knap, ja. Buiten. Ah, Johnny. Dat is ook een bekende acteur, hè? Weet je ook weer, die vader. Ja, dat is ook een goede acteur inderdaad. Ja. Leeft hij überhaupt nog? Volgens mij wel. Ja? Was toch niets in staat. Ja, ook zo'n held. Ah, dat is ook een held, ja. Thomas Agda, ja, heerlijk. De keeper die nooit een keeper is. Ja. Met de telefoon naast de keeper. Naast de blad. Zo'n goede cast, hè? Ja, en ik kom dan gewoon nog in een bijrolletje. Maar zijn vrouw was ook geweldig, ja.
Ik heb je schil, ach god, ik ga morgen weer kijken, denk ik. Heerlijk. Oké, Sven. Als ik jou zou ja, jongens. Maar dit nummer heeft wel meer lading gekregen nadat hij overleden is. Voor mij wel. Ja, toen is hij wel, hè? Hij heeft nummer 1 positie bereikt, geloof ik. Hij heeft twee keer op nummer 1 gestaan, 1997. En ook nadat... Ja. Kostuum, ja. Oké. Stel hem daar. Ik geef jullie nog een bonuspunt bij die vorige vraag. Wat was het... het credo van All Stars? Van de ploeg. Ah! Ja, ik weet het. Het motto was... Nee. Ik heb het opgeschreven. Nee. Nee. Ben je slaapgevallen? Nee, geen idee. Samen ben je niet alleen. Oké. Okay. Klopt dat? Nee. Ah, hoe zeggen ze dan? Samen is niet alleen. Ah, samen is niet... Ja! Hetzelfde man. Je moet streng zijn. Nee. Samen is het niet alleen, samen ben je... Ja, oké, okay, prima. Prima. Oké. Okay. Nou, laatste vraag. Ik ben bang dat ik al weet wie er gaat winnen. Gezien jullie ontboezingen me over wat jullie wel niet gezien hebben. Nou, dat wordt Kosta dus. Dat zou Koen dan wel zijn. Film, acteur, karakter? Film, acteur... Ja, naam van personage, karakter. Ja, exact. Okay. Er komt een quote. Womit haben Sie das geschrieben? Mit Scheiße, Herr Direktor. Ik moet even schakelen nu. Was Womit haben Sie das geschrieben? Mit Scheiße, Herr Direktor. Nee, ik heb geen idee. Even wachten. Laatste keer. Laat van Womit haben Sie das geschrieben? Mit Scheiße, Herr Direktor. Ja, dit is volgens mij een soldaat van Oranje, maar ik heb geen idee. Nou, heb je een punt verdiend. Rutger Hauer die het zegt, maar... Een soldaat van Oranje. Heb je ook gegokt? Ja, tuurlijk. En Rutger Hauer die het zegt. Oh, dan staan jullie weer gelijk. Moeten we toch die extra bonusvraag doen? Ja, doen we die bonusvraag. Nou, was het... die houden we even vast. We gaan eerst dan wel naar de top 1 toe. Oké, even tussendoor. Sven, zonder punten. Was het Rutger Hauer die het zei of niet? Ja, Rutger Hauer zei het, ja. Ah ja, precies, oké. Oké, nummer 1. Die noemde jij nog, bedoel je? Nee, zonder punten. Ik voel me gewoon af. Zonder punten, ik voel het gewoon af. Oké. Okay. Ja, top 1. Dat... Bas, wil jij beginnen? Nee, we beginnen bij Koen weer. Maak het rondje zo af. Ja, voor mij is het, toen we het erover hadden, heb ik heel kort nagedacht. Het was meteen Turks Fruit, nummer 1. Dat vind ik echt veruit de beste film die ik, de best snelste film die ik ooit gezien heb. En ik heb hem heel lang geleden gezien. Maar ik was best wel jong volgens mij toen ik hem keek. Misschien was ik 14, 15 of zo volgens mij. En was op tv volgens mij op Nederland, bij de VARA of zo destijds. En geweldig liefdesverhaal. Ook ja, apart verhaal en geweldig acteerwerk. Mooie muziek inderdaad. Ook wat je van Sven zei, dat die partij terugkwam met harmonica en dat soort dingen. Geweldige film. Ik weet niet of ik er echt veel meer aan moet toevoegen. Het is gewoon... Ja, ik vind het ook gewoon filmtechnisch gezien... het steekt gewoon boven de rest uit wat ik gezien heb eigenlijk in Nederland. Ja, dat is een keuze waar je niks tegen in kan brengen, denk ik. Nee, het was mij meteen bam. Die film was nummer 1. Ja. Mooi. Ja, mooi. Jij Bas? Voor mij is het Siske de Rat. Stond ook op mijn shortlist, ja. Nee, dat is voor mij de film die... Danny de Munk, toch of niet? Wat zei je? Danny de Munk? Ja, Danny de Munk. Ja, dus, ik heb hem niet gezien. Nee, ik krijg allemaal de kleren. Die neemt nooit de hele film mee. Het is een film die op mij gewoon, heel veel indruk heeft gemaakt. Omdat ik hem zo mooi... vindt verteld dat het jochie met het gouden hart, die gewoon de omstandigheden in gewoon een hele nare situatie wordt gedrongen. En dan als ik heb hem vrij jong voor het eerst gezien en dan besef dat hij daar woont met die heks van een moeder, zeg maar, die hem echt gewoon het leven zuur maakt. En hoe dat zijn effect heeft op hem als jongetje, dat hij dingen doet die hij anders nooit had gedaan, zeg maar. Dus dat echt gewoon wordt gedwongen door omstandigheden. Maar
hoe die in het leven staat, hoe die voor het gehandicapte jongetje Doris zorgt, vond ik enorm vertederend. Het acteerwerk geweldig, Herman van Veen als meester, Peter Faber als vader, ja, Willeke van Amerooy, die heks van een wijf, geweldig neerzet. Je krijgt echt een hekel aan haar. Ja. Ik denk echt van op het moment, die scène dat Danny de Munk inderdaad, deze film is nog ouder dan Zwartboek, dus ik mag zeggen dat Danny de Munk inderdaad het mes in zijn moeder plant, dat je zegt, ja, you had it coming, zeg maar. Ja. Het is allemaal heel triest, maar op een geweldige manier verteld. En hij is uiteindelijk, trouwens, kwam ik achter, Turks Fruit is de best bezochte film alle tijden. Ja. 3,3 miljoen bezoekers. Maar eerst dus Siske de Rat, want ik doe dan wel even voor de volledigheid op Siske de Rat uit 1984. Er is in de jaren 50, geloof ik, ook een Siske de Rat film gemaakt. Eigenlijk de voorloop. En die is toch beter bezocht dan deze Siske de Rat. Dus bij elkaar is Siske, het verhaal meer. Bij het verhaal is het verhaal Siske de Rat is de best bezochte film aller tijden in Nederland. Maar dit is toch ik heb het namelijk niet gezien, dus misschien een stomme vraag, maar het is een beetje een musicalfilm toch ook, of niet? Nee, helemaal niet. Wordt die gezongen door Danny de Munk als jochie? Nou ja, dat liedje. Oh, dat liedje alleen maar, van de kaarten kleren, ja precies. Ja. Okay. Er is natuurlijk wel een musical van gemaakt. Het is gebaseerd op boeken, een trilogie van boeken, waarin je Siske de Rat ziet vanaf jongs af aan en dan ziet opgroeien tot een man, zeg maar, echt een man wordt. Nice. En is voor mij de film die het meeste indruk op mij heeft gemaakt. Oké. Okay. Heb je hem sindsdien weer eens gezien of niet? Ja, ik denk dat ik hem wel een stuk of 4, 5 keer heb gezien of zo. En hij blijft goed. Even ter verantwoording, ook deze heb ik aan mijn Zweedse vriendin laten zien. Wat vond zij ervan? Ja, ook erg goed, ja. Ja, beter. Oh, nice. Beter. Beter dan proppers, ja. Kost dat, heerlijk. Mooi, dan hebben we ook gewoon proppers. Die fucking Tino Gernand, geweldig. Ja, mooi verhaal, Bas. Ik vond het ook een mooie film. Het stond ook op mijn shortlist, inderdaad. Ja. Nou, ik kan me heel goed herinneren dat begin van die film, hoe naar die relaties met die moeder, hoe die hunkert naar een soort van zijn vader, die wel lief is. Die zie ik nog die deur binnenlopen in die keuken en dat hij daar naartoe rent. En vader! Brieven volgens mij nog leest of schrijft op zijn kamertje. En, hoe treurig dat allemaal maar is. Ja, exact. Ja. Ja. Een wereld waar je zelf, als je redelijk gewoon normaal opgroeit, geen weet van hebt wat ook kan, zeg maar, weet je. Ja. Dat vond ik wel indrukwekkend. Ja. Zo. Sven? Willeke van Amerooy trouwens speelt ook in One People. Oh ja? Oh, nice. Even een voetnootje. Ja, precies. Ja, Turks Fruit. Ook voor mij stond direct op 1. Prachtig liefdesdrama. Waar eigenlijk. Ja, hoe vat je dat samen? Maar goed. Het is natuurlijk ook een gebaseerd op een boek wat in de kanon van de Nederlandse literatuur staat. Wolkers, hè? Maar natuurlijk ook niet per se Jan Wolkers, wat geen garantie betekent voor een goede film. Maar gelukkig is dat wel gelukt door Paul Verhoeven, Rutger Hauer, Monique van de Ven. En jonge Monique van de Ven, haar acteerdebuut makend. Prachtige vrouw in de film. Ja, hartverscheurend af en toe die film ook. Zeker wel. De drama, de breuk. En daarna toch weer een soort van verzoening. Op het moment dat zij eigenlijk op het sterfbed ligt natuurlijk. Ja. Dat is wel de mooiste scène uit de film. Dat hij daar bij het raam zit en dat zij nog iets probeert te zeggen. Ja. En dat het een soort interpretabel moet zijn van, ja, wilde zij nou ook zeggen ik hou van je? Wilde zij zeggen het komt nog goed? Wilde ze zeggen dankjewel? Maar dat het ook een beetje in de lucht blijft hangen. Ja, dat vond ik wel, ik heb ook een paar keer gezien, klasse film. Ja. Gewoon, schitterend. Mooi. Ik heb nog een shortlist. Hebben jullie de film De Dominee gezien? Nee. Dat is ook wel een goede film. Met Paul Muller, toch? Ja, met Paul Muller van Allstars inderdaad. Het gaat over Klaas Bruinsma. Die werd natuurlijk de dominee genoemd. Ook wel een vermakelijke film. Niet, misschien geen 8 of meer, maar een goede 7. Mm-hmm. Ja. Een goede Nederlandse film. Ja, daar heb ik ook nog eentje te benoemen. Dat is dan De Tweeling. Oh ja. Ook een oorlogsfilm.
Een Duits-Nederlandse productie. Maar Kim van Koot of niet? Ja, volgens mij wel, ja. Volgens mij heb ik hem wel gezien, maar... Dag, was het niet... Ik heb nooit een vriend. Tekla Reuter, dacht ik. Het is een tweeling, hè? Dat zou kunnen. Ja. Zeker, de tweeling. De tweeling. Oh, wacht even. Je hebt gelijk, volgens mij. Nee, Tekla Reuter, je hebt wel gelijk. Wel gelijk, ja? Ja. En Nadja Uhl. Oh ja, geen Kim van Koot, dat is een andere film. Nee, precies. Ja, nee, met Tekla Reuter. Zij speelt ook in The American, volgens mij. Oké. Okay. Mensen, moet ik even nachecken. Goeie. Ja, ja, ze vond ook in Red Sparrow in The American. Ja, precies. Ja, goede actrice ook. Maar goed, we zijn door de top heen. Laten we wel even bedenken welke top we volgende week gaan doen. Voordat we naar de finale vraag gaan. Ja, dat is goeie. Welke categorie we kiezen, ja. Comedies, horror, een bepaalde acteur. Dat is ook goeie. Ja. Regisseur bijvoorbeeld. Leonardo DiCaprio. Doen we, helemaal eens. Ja, goeie. Dat is wel moeilijk hoor, top drie. Ja, ja, maar dat is leuk. Allemaal goed namelijk. Ik vind het elke week moeilijk. Ja, is ook zo. Ik heb as we speak, ik ben blij dat ik nu als laatste mocht in het rondje. Ja. Kon ik mijn top drie nog aanpassen. Ja. Ik vond het deze keer makkelijker, omdat jullie hebben waarschijnlijk meer Nederlandse films gezien. Ik bedoel, ik heb die Kaya Bull Road en jij hebt niet dus. Ja, hij heeft er drie gezien, joh. Ja, dus bij Bas is gewoon proppen. Ja, precies. Nee, maar... volle maan heb ik ook nog gezien. Ik heb ook gezien, trouwens. Snowfever. Snowfever. Heb ik ook gezien. Ik heb al die kutfilms gezien, eerlijk. Nee, maar... Jongens, we hebben het niet over de lift gehad. We hebben het niet over Amsterdam gehad. Amsterdam is wel een goede film, trouwens. Ja. De lift is wel heel goed, ja. En een hele slechte guilty pleasure vermelding is toch wel de Sint, vind ik. Nog niet gezien. De Sint, ja. Ja, dat was zijn we geweest. Ja, precies. Ja. In Rembrandt, precies, ja. Op de Oude Gracht. Ja, geweldig. Het is zo'n foute film. Er was zoveel controverse omheen. En ook ik vond hem wel goed eigenlijk. Ik vond hem wel grappig. Ik vond het wel entertaining. Ja, ja, een horrorfilm met de Sint. Ik vond het geweldig. Ja, hebben jullie Prooi gezien of niet? Nee, met wie is dat? Ja, dat is ook Dick Maas, geloof ik. Zijn laatste film. Met een leeuw die ontsnapt in de stad, geloof ik. Ah, dat heb ik van gehoord, ja. Ja, nee, niet gezien. Nee. Alles is liefde. Ja, Alles is liefde, die heb ik ook nog wel op mijn shortlist. Er komt een vrouw bij de dochter. Dat heb ik verwacht bij jou. Ja, Alles is liefde. Daar heb ik over nagedacht. Ja. Welke zei je? Komt een vrouw bij de dokter, heb ik ook nog over nagedacht. Maar ik kan niet zo heel goed zeggen Barry Asma. Ik weet niet wat het is. Nee. Ik vind vooral dat ik het boek heb gelezen eerst. En meestal kan een film niet zo goed zijn als het boek. Bij het boek heb ik echt gehuild. Dat vond ik echt heel erg aangrijpend. Ja, maar dan ken je het verhaal al. En het voelt echt beklemmender. Daardoor was de film vond ik nog steeds goed. Die kon eigenlijk alleen maar tegenvallen. Maar niet, het was niet zoals het boek. Dat is een goede trouwens voor de keer erop. Dus we doen nu Leonardo DiCaprio. Dan kun je de keer erop doen beste boekverfilmingen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een moeilijke volgens mij namelijk. Ja, dat is een moeilijke, ja. Leuk voor Sven. Dan moeten we echt even induiken. Wat is nou eigenlijk ook weer een boek verfilmen? Ja, omdat je Sven. Als jij googelt... Nou, want je zegt dat je het nu al zo moeilijk vindt. Dan wordt het nog moeilijker namelijk. Ja, precies. Nou joh, lekker moeilijk. Leuk. De beslissing van de quiz. Ja, prima. Als uitsmijter. Daar heb ik zin in trouwens. Het rasje en uitsmijter, man. De film? Niet, voorlopig niet meer, Koen. Nee, precies. Ja, voor mij al helemaal niet meer de uitsmijter, maar hebben ze er mee. Sorry, Sven, vertel. Nou ja, de uitsmijter die ik aan het begin van de uitzending had beloofd, gaat denk ik niet uitkomst brengen aan de quiz. Dus ik heb nog een quotevraag. Het is een gebied waar ik de film, de acteur of actrice wil weten. Ja, die twee vragen eigenlijk. Oké. De quote is... Ik heb een hoofd met een deurtje. Ja, dat is wel heel moeilijk, hè? Die is wel erg moeilijk, ja. Ik zie het. Helemaal een Surinaamse film? Tuintje in mijn hart? Nee, is Turks Verrijd ook. Ook Turks Verrijd, oké. Uit die beruchte eindscène. Dan is het
is ze net geopereerd aan die tumor in de hoofd. En je ziet zo'n litteken in de vorm van een vierkantje. Ah ja. Ik moet zeggen Kim van Kooten, maar ja. Nee. Het is ook een beetje weird geworden van dat, van die tumor in de hoofd. Ja. Doe dat toch maar even, die soundtrack dan nog, om de score te bepalen. Sudden Death. Ja. Prachtige zin. Jullie gaan er een al overheen als een bulldozer. Oh, sorry. Ik ben hoofd met een beurtje. Hé, dat is een prachtige film. Dat is een geweldige diepgang. sorry, Sven. Hij is geparkeerd nu. Even laten gaan. Nee, ik was even de volgende vraag aan het voorbereiden. Sorry, Sven. Nou goed. Ik denk dat we gewoon de quiz... onbesloten laten dan, want... Ja, toch een filmpje? Ja, oké, is goed. Maar jullie weten hier alles op. Dus, oké, het enige wat misschien nog zou kunnen, het jaar weet jullie. Okay. Ik wil graag weten, de film, de regisseur, de componist en het jaar waarin de film is uitgekomen. Oh, dat is een moeilijke, ja. Oké. En jullie krijgen exact 10 seconden. Zo, de tweede vraag is dus film, componist, jaar en? Regie. Dat zal je Paul Verhoeven zijn? Nee. Ik heb geen idee. Eén om één, denk ik, hè? Ik heb geen idee wie de regisseur is, dus dan gaat Bas winnen, denk ik. En je kunt allebei jullie papiertje omhoog houden. Ja, dat is waar. Zijn we er klaar voor? Ik heb vast ook mis, maar goed. Dat is spannend. De ben je klaar voor Bas? Ja, doe maar. Ja, gaan we. All Stars heeft Koen en dan heb je Agda en dan win ik. En dan heb je het jaar 1998. De regisseur heb je niet. Je hebt 98 fout. Dus je hebt 2 punten, Koen. Okay. Bas heeft All Stars. Jan van der Velde, Agda en dan win ik 1997. Bas is de winnaar van deze quiz, dames en heren. Was 97 goed of niet? Ja. Oké. Top. Netjes, man. Ik ga het even toch uitnodigen met de vraag. Ja, ik vond het heel leuk. En om deze quiz, of deze... Uitzending. Uitzending. Moet ook even afsluiten met All Stars, vond ik. Ja, toch een beetje thema geworden, hè? De manier, de ook toch een beetje de manier waarop we bij elkaar zijn gekomen. Dat voetbalteam, VV Ruk in Utrecht. Met de beroemde Open Astra, ja, precies. Dan kennen we elkaar van... ik ken Bas dan van de studie en ik ken jou uit mijn huis. Het studentenhuis in de Adelaarstraat. En dat je huis, ja. Mijn huis. Mijn crib, man. Je villa, ja, precies. Op een gegeven moment kwam het bij elkaar natuurlijk. En hadden we een voetbalteam. En hadden we ook onze all-star droom eigenlijk een beetje... verwezenlijk. Nog een Open Astra. Leg de koffers maar achter, kom. Alsjeblieft. Verdomme, Bram, we wachten op jou, hè. Kan ik ook op tijd komen? Ik sta te verkleumen, man. Ben je aan me bezig, gek? Je hebt mijn voorbeeldfunctie. Even zeggen dat het 2 uur vroeger begint, zitten ze er ook niet meer bij, hè? Het is dat Deb kantinedienst had, maar anders dan... Ja, Deborah? Ik dacht dat jouw meisje Samantha heette. Samantha Jansen. Dat is al 8 jaar uit, lul. Dan alles goed? Ja, Peter. Oké, heren, we gaan beginnen. Ja, prettige wedstrijd. Prettige wedstrijd. Prettige wedstrijd, jongens. Prettige wedstrijd! Ja. Zondag is de mooiste dag van de week. Gewond in het natte gras liggen, terwijl je vrienden voor de eer van het team strijden, is het hoogst denkbare geluk. 7 waren we, toen we begonnen bij de F's. 26 augustus 1979. Polder vogels uit. 15-2. Onnodig verloren. 15-2. Prestie! Mijn volgende 17-0. Herkenbaar. Met Mark zat ik op dezelfde school, net als met Hero. Willem en Johnny kwamen van over het spoor. Paul heeft alle scholen vooral van buiten gezien. Peter hoort er niet echt bij. Peter kwam een jaar later bij ons team, toen we al 8 waren. We zijn samen eetjes, D'tjes, C'tjes, B'tjes en A'tjes geweest. De zondag is van ons. Op zondag. Zo raar dat we het over zondag hebben. Ja.
Nou ja, hier is het misschien wel zondag natuurlijk, maar als jochies, dat zijn we niet meer. Ja, en in het liedje is het natuurlijk zaterdag. Ja. Ja, misschien. Het is in de film denk ik zondag. Ja. Het blijft goed dat er maar 6 spelers zijn aan de veld, dus ik weet het toch helemaal niet. Frits Lambrecht trouwens. Ja. Hans Dagelet. Ja. Nou, de Schils. Ik ben de keeper! Hoe ga jij dan keeper, mooi? Dit. Gemak dat uit, ja. Oh, jongen. Fred! 2 minuutjes, is hij klaar. Dat is ook zo mooi, dan wordt hij gebeld. Ja, dat is altijd geweldig, ja. Hij zit erin. Arie Stuyvesant. Arie Stuyvesant. Maar dat mobiele telefoon ook, hè? Ja, zo'n gigantisch ding is, een oude Motorola, ja. Deze is ook leuk, ja. Koemantje. Nog proberen, hè? Kom er eentje voetballen. Ja. Er is al één goeie. Ja. Ja, we hadden er ook maar 3 of zo, volgens mij. Ja, ja, ja. We hadden een goede keeper, maar... Ja. Kijk, ik had nog 2 voor zo. Als hij geconcentreerd kon zijn, ja. Mooi eindfragment, Sven. Ja, toch? Zeker. Absoluut. Nou, boys. Bedankt voor deze mooie uitzending weer. Tot volgende week. En tot gezellig. Jo, dank je, jongens. Hey, fijne avond. Hoi. Ciao. Doei.